Zo, ik ga het, de live uitzending die eigenlijk zaterdag plaats zou vinden, ga ik even op herhaling doen. Of niet op herhaling, maar zaterdag liet Facebook mee in de steek. Dus ik ga het nu zo filmen en dan kunnen jullie toch zien wat ik eigenlijk zaterdag wilde maken. Nou, het wordt dus een Lavinia kaart. Maar niet met de allernieuwste stempels, want die, daar had ik eigenlijk geen tijd voor om daar een voorbeeld mee te maken. Dus ik ga nog met ja, een slagje oudere stempels aan de gang. Als basis neem ik een 300 grams waterkolenpeper. En dan op een A4 formaat. Die kan lekker veel water aan. Dus ook lekker veel inktspray, want daar ga ik ook mee werken. Dus dat is mijn basis. En ik heb een vel ProSilk karton. Dat is een mixed media papier. En die heeft een zachtige, een silky bovenkant. En daar ga ik dan op werken. Maar ik maak eerst hier op deze, op het aquarelpapier, maak ik eerst mijn spraywerkje. We gaan dus even lekker aan de klieder. Ik heb hiervoor diverse sprays. Ik heb de iZinc in het paars. Dit is de lavender. Ik gebruik een dilution. Dit is de fuchsia. Dus een lekkere knalroze. Dan ook nog een dilution laidback lilac. Die komt hier denk ik tussen. Dan gaan we nog iets in het geel doen. Dit is de sunflower van de iZinc. En ik ga nog een groene gebruiken. Ook een iZinc. Dus geen matte. Je kan eigenlijk alle sprays wel door elkaar gebruiken. Ook wel de oxide. Maar dan krijg je er dus een mat laagje bij tussen, maar dat kan ook prima. Allereerst ga ik dus mijn aquarelpapier voorzien van een beetje water, dus ik maak hem al een beetje vochtig zodat hij al wat voorzien is van vocht, dat het dus niet allemaal meteen intrekt. Dan ga ik hem aan de bovenkant goed voorzien van een paarse tint, dat was die lavender. Dan een beetje dilution er doorheen. Een beetje knalroze er doorheen. Dan nog een beetje geel. En dat mengt zich dan tot een soort rood. En als laatste de groene. Nou, dan leg ik daar snel mijn ProSilk karton bovenop van Craft Emotions. Ik veeg het een beetje aan. En dan zet ik even de inktjes opzij. Pak er even een keukenrolletje bij. En dan ga ik hem van elkaar halen. Nou, en dan heb ik dus twee eigenlijk dezelfde pagina's. Alleen de een is natuurlijk een afdruk van een ander, dus die zal iets lichter zijn. Je kan het nog een beetje nadeppen. Je kan ook zeggen van ik wil er toch iets meer kleur op, maar deze leg ik in elk geval aan de kant. Die wil ik niet gebruiken. Die ga ik even aan deze kant wegleggen. En dan moet ik wel even zorgen dat hier een beetje de inkt weg is. En zo. En dan ga ik deze ga ik gebruiken, maar ik wil nog iets meer groen. Dus ik pak gewoon de groene spray en dat zet ik er nog weer overheen. Zodat ik denk van, ja, nu vind ik hem wel oké. Ook de paars mag nog wel ietsjes donkerder. Nou, prima. Dan ga ik hem droog maken met een heat tool. Dus ik ga even een lawaai maken. En dan ondertussen
En veeg ik de boel een beetje droog. En hier moeten we even geduld voor hebben, want het moet wel helemaal droog zijn, anders kunnen we er niet verder op werken. Maar goed, met een heat tool is dat ook zo gebeurd. En je ziet al dat het papier dan ook alweer een beetje rechter trekt. En omdat dit vrij glad papier is, loopt het natuurlijk mooi alle kanten op. Ik vind dat het wel meer leuk effect geven. Nou, de hele dikke druppels, die drep ik een beetje af. Een beetje de zijkant. En dan zijn we er bijna. Nou, volgens mij moet het zo lukken, maar ik ga hem natuurlijk ook nog bijsnijden. Kijk, op de achterkant, daar zit nog een dikke klobber. Zo, nou. Even het blaadje of mijn craftsheet even verder een beetje afpoetsen. Zo. En dan hebben we het meeste geklieden weer gehad. Dan pak ik er even een snijmachine bij en dan zoek ik het mooiste gedeelte uit. En ik snij hem dan op zo'n 15 centimeter breed. Nou, eens kijken, 15, ja. Ik heb eigenlijk nooit een vaste maat bij dit soort kaarten. Nou, eens zien, een beetje de bovenkant, dat gaan we eens doen. We gaan hem, eens kijken, iets meer van de bovenkant houden. Dus dan doen we iets van de onderkant af. Dus dan maak ik hem 21 hoog bij 15 breed. Dat wordt dan de basis van de kaart. Nou, deze rondjes kunnen ook weg. Dat gaan we meteen doen. Nou, als eerste ga ik er een maan op maken. En daarvoor zo, ik moet nog even mijn dingetjes erbij pakken. Mijn bakje met de manen. Dat zijn die van Lavinia, die mooie figuren die je dus kunt gebruiken voor de maan. Deze die zijn er voor de bergen als je dat wil. Nou, die leg ik even daar neer. En dan ga ik als eerste de maan maken. Oh, hij valt er al uit. Met pampastel, de witte pampastel, die in dit bakje zou moeten zitten, maar nu dus niet. Waar is die, waar is die? Hier zo. Hij zit nog in de verpakking, wat ben ik zeggen, in de opbergdoos. Nou, de maan. Als eerst gaan we die een beetje daar ongeveer. Nee, ik wil eigenlijk niet die hele grote. Ik wil een slag kleiner. Even kijken waar die is.
Even kijken hoor. Ja, die. Eén slag kleiner. Nou, dan gebruik ik die binnenste kant voor. Die komt ongeveer hier. Dan teken ik er even met een heel zacht potlood doorheen. Dat kan. Maar ik kan ook zeggen van ik laat het zo. En ik vul hem met titanium white pampastel. Zo. En die pampastel die dekt eigenlijk die inkt wel weer zoveel. Dat paarse, dat blauwe er wel zo goed als onder komt. Even goed langs de randjes. Even de stofjes wegblazen. Nou, dan pak ik erbij een gummetje. En in dit geval is dat een elektrisch gummetje. Tik even de stofjes eraf. En met dat elektrische gummetje, dat is een Derwent. Daar zit dus in het houdertje, zit daar een gummetje in. En dat gummetje, dat laat je iets uit het houdertje steken. En dan duw je hem in dat elektrische gumapparaatje. Er zit een batterijtje in, of twee. En er zit een knopje. En als ik daarop druk, dan gaat hij draaien en dan kan ik dus gummen. Nou, dan ga ik er een beetje vormpjes uit gummen. Zodat het een beetje ja, een maanlandschap wordt, zeg maar. Even kijken, hier nog een vlek weg. Daar nog iets. Dan blazen we dat eventjes weg. Nou, nou vind ik dit wel weer heel hard paars. Dus ik ga een klein beetje van die pampastel aan mijn vinger doen. En dan zet ik dat gewoon zo een beetje eroverheen. Dus ik wrijf zeg maar die pampastel weer door die weggegumde openingen. Zodat het een beetje minder fel paars wordt. Heb je nou zoiets van, goh, ik vind dit toch weer dat er te veel wit afgaat. Nou, dan neem je gewoon weer een beetje pampastel. En dan maak je hem weer ja, wat witter. Als je dat leuk vindt. Maar je kan ook zeggen van, goh, ik vind hem mooi zo. Dan laat je hem zo. Nou, ik vind hem mooi zo, dus ik laat hem zo. Dan kan deze ook weer aan de kant. En dan gaan we er eens op stempelen. Want ik wil er graag een landschap van maken. Waarbij ook nog een jongetje komt kijken. Dus ik heb een beetje dit idee als lijn. Nou, wat ik dan kan doen is ik kan eerst met pampastel heel voorzichtig zo een lijntje trekken. Wat ik eigenlijk als horizon zeg maar wil gebruiken. Dus heel lichtjes zo. Dan weet je van oké, hier is de horizon en daar komt straks dus van alles op. Nou, als eerste heb ik de grote boom en dat is de Tree of Wisdom. En die doe ik even in mijn stempelhulp, want het is toch wel een grote boom. De kleine spulletjes die stempel ik eigenlijk wel zo met een clearblok. Maar de grotere vind ik toch wel ja, fijn als die zeg maar vanaf een clearblok gestempeld worden. Nou, die komt een beetje voor de maan en een beetje op de voorgrond. Iets zo. Alles even vastleggen. En dan pakken we hem op. En dan moet ik daar natuurlijk ook even stempelinkt bij pakken. En dan pak ik de Versafine Clear.
Maar dat wisten jullie denk ik al wel. En dan gaan we daarmee de boom beïnkten. Nou, even een beetje duwen. Even checken of die er goed op staat. En ik vind dat die er goed op staat. Dus ik kan mijn boom schoonpoetsen met een beetje water en mijn scrubby. En dan is onderdeel boom klaar. Nou, ik ruim het meteen even op. Want anders dan, heb ik zo alles door elkaar liggen. Dat weet ik dan wel weer van mezelf. Nou, de rest gaan we gewoon zo uit de hand doen. Versafine Clear is een inkt die toch wel even goed moet drogen. Misschien is het ook te zien dat er nog, kijk, er glanst nog een beetje. Dus ik geef hem even een klein beetje hulp met de heat tool. Dat ik zeker weet dat mijn inkt goed droog is. Zo. Nou, dan komt er natuurlijk nog meer bij op. En dat zijn kleine boompjes. Oké, we spieken waar die in zitten. Hierin, als het goed is. Ja, daar zit die. En dat is de Birch Small. Van, dat is een setje. Daar is een grotere en een kleinere van. En dit is de kleinste. En die stempel ik er gewoon even op met een clearblokje. Met een beetje zwarte inkt. En die wil ik ongeveer hier hebben. Want het gaat zo een beetje schuin lopen. Geef het even tijd. En dan stempel ik er nog wat bij. Een beetje van boven naar beneden lopend. Dus het wordt een beetje schuin daar. Doen we er nog een bij. Even kijken. Want er moet ook nog een jongetje bij. Ga ik even spieken of ik dat ga doen. Nee. Ik laat deze voor wat het is. Ik hou het bij twee bomen. Want er moet nog iets meer bij. Dus dan laten we het daarbij. Anders wordt het te veel. Het is ook, het kan ook een beetje te veel worden dan, hè. Nou, die daar weer in. En dan had ik daarbij een jongetje met een knapzak. Althans, zo noem ik hem dan maar. Die is dan wel weer van de ene laatste serie uit mijn hoofd. Dus niet van de laatste, maar van de serie daarvoor. Ook een heel erg leuk jongetje. Met een... ja, een knapzak heet het volgens mij. Dat is zo'n stok waar een zak aan zit. Nou, die moet natuurlijk ook helemaal perfect gestempeld worden. Dus ik pak daar wel weer even de stempelhulp bij. Dat ik zeker weet dat die helemaal okido wordt afgedrukt. En die komt bij de boom, of onder de boom. Even zien, iets naar voren. Ja. Die mag daar. Nou, ook weer met de Versafine Clear. De zwarte, de Nocturne. En dan zetten we die daar in het midden. Ja. Beetje water erop. En weer met mijn scrubby eroverheen. Niet laten zitten, want dan... Oh, ik wou zeggen, waar is mijn plaatje gebleven? Waar die op zat. Deze moet ik nog even netjes in mijn bak verwerken. Maar goed, ik moet eerst weer van die enveloppen meebrengen waar ze in moeten. Maar goed, komt allemaal wel. Nou, het begint er al een beetje op te lijken, hè? Dan wil ik hier aan de bovenkant wil ik nog takken. En daar heb je de Tree of Hope en de Tree of Courage voor. De een die is linksom en de ander is rechtsom.
En daar pak ik de Tree of Hope voor. En een iets groter stempelblok, anders gaat het helemaal niet passen. En dan pak ik daar even gewone printpapiertjes bij. En dan stempel ik die boom. Alleen de takken van die boom, die draai ik dus een beetje. En die ga ik hier overal overheen stempelen. Dus ik gebruik eigenlijk alleen maar die uiteinden van die boomtakken. Dan draai ik even de kaart een beetje bij. Nou, klein dingetje nog hier aan de zijkant bij. En dan vind ik dat ook weer okido. Even weer schoonpoetsen, want dan blijven ze het mooist. En ik ruim hem meteen weer op. Het scheelt mij straks weer een heleboel werk. Nou ga ik verder om dus de basis te bewerken. Ik kan dat doen met pampastels. Maar wat ook leuk is, is om dat met potloden te doen. En dat moet ik er even bij pakken. Dat zijn de pastelpotloden. En ik heb daar zo'n mooi kistje van. Maar ze zijn ook los verkrijgbaar. Ik weet ook niet of dit kistje er nog is, maar goed. Ik wil nu een soort van horizon gaan maken. Dus ik pak even een groene tint. Even kijken, de donkergroen, deze. Dat is de Lonian Green, de P500. Volgens mij staat de Lonian. Dat is een groene, dat is een pastelpotlood. En daar kan je dus ook rustig mee over je werk, zeg maar. Maar je kan dat ook weer uitvegen. Dus ik ga daar een soort van bodem maken onder die bomen. Tot aan het jongetje. En dat veeg ik dan met mijn vinger een beetje naar beneden. Dus niet naar boven, want daar blijft de horizon. Maar ik veeg het een beetje naar beneden. En dan gaan we nog een beetje hier. Daar is ook een horizon. Een beetje die kant op. En dan vegen we dat een beetje naar beneden. Even zo kijken. Anders zit ik er altijd te dwars overheen. Nou, in die boom zit natuurlijk nog een beetje van die witte pampastel. En dat gum je zo weg. Dat is niet zo'n punt. Maar die boom, die is nu dus, niet gekleurd. En ik vind dat die boom wel bruin mag. Dus wat doe ik? Ik pak gewoon wat zichtmarkers. En het kan ook met lightmarkers, wat je maar wil. En dan moet ik even de groene erbij. Deze groene en deze groene. Ik heb de olive green, denk ik. Ja, de olive green. En ik heb een green grey. En ik heb een mid grey. Nou, de lichtste, de olive green. Daar ga ik mee beginnen. En dan kleur ik gewoon die boom een beetje in. Want je kan natuurlijk niet dwars door takken heen kijken, dus die moeten wel een beetje kleur hebben. Want anders dan kijk je er dwars doorheen. En een transparante boom ken ik nog niet. Wel bloemetjes waar je doorheen kunt kijken, maar een transparante boom, die heb ik nog nooit gezien. Nou, ik maak hem dus met die olive groen. Olive green maak ik hem gewoon helemaal van boven naar beneden groen. Aan de onderkant wordt hij natuurlijk al wat groener, doordat daar de inkt van de sprays ook al onder zit.
Nou, dan gaan we een tintje donkerder. En dat doen we alleen een beetje aan de achterkant. En een beetje in het diepe van de wortels. Daar gaan we met een beetje donkergroen. Dus dat niet alles donker wordt, maar... Ja, het wordt wel een vrij donkere, hè, want hij gaat op pad bij maanlicht. Dus het is een vrij donkere kaart. Maar dat was ook de bedoeling. Nou, en dan heb ik nog de hele donkere. En dan kan je eventueel nog kleine bruine accentjes aanleggen. En dan moet ik even weer zo kijken, want anders zie ik het zelf niet eens goed. Ik pak nog even weer de groene. En zo, dan lopen de worteltjes ook nog een beetje uit. Zo, nou, ik zie hier nog iets van pampastel doorheen komen, dus dat gummen we gewoon even weg. En dan wil ik hier nog iets meer groen hebben van het weiland. En aan deze kant ook. En ik veeg dat gewoon met mijn vinger een beetje uit naar beneden toe. Dus die pampers, of die potloden, die werken eigenlijk een beetje hetzelfde als de krijtjes die ik wel eens gebruik. Alleen de krijtjes die zijn nog, ja, ik vind dat je die nog meer kan uitvloeien met je vingers. Maar goed, ik denk ik zal eens een keer met de potloden wat gaan doen. Dan zien jullie het verschil daarvan. Nou, onder het jongetje wil ik ook een beetje groen. Dus ik ga vanuit de boom onder het jongetje door. En dan maken we er een soort van bult van. En dan maken we daar ook... Ja, een soort landschapje van... Even een beetje recht leggen. Als ik ga kleuren, dan schuif ik altijd alles scheef. Dan pak ik er een witte bij. Althans, een hele lichte. Nou, ik zal, doe het maar met wit. Dan ga ik bij de bomen ga ik een beetje aanzetten aan de linkerkant. Want dat is de kant waar de maan zit. Zodat het net of het een beetje... Ja, mistig is, zeg maar. Deze kant ook iets. Hier kunnen we nog iets doen. Een beetje mist boven de weilanden. Geeft toch wel weer een sfeertje. Nou, er is weer iets op de boom. Geen probleem, dat gummen we zo weg. Niet te veel weggummen, hè, want... Daar zat nog mist, dus dat moet ook mistig blijven. En wat niet mistig moet zijn, dat gummen we weg. Daar vind ik nog een beetje te weinig, dus daar doen we nog iets bij. Zo, nou, hier kan ik ook nog zeggen van ik gebruik hier ook een beetje wit. Dat het daar ook een beetje... nevelig wordt, een beetje mistig wordt. Dan krijg je toch een soort, ja, een beetje diepte, zeg maar. Dan heb ik nog van die leuke kleine, ja, plantjes. Dit is de Love 698 Flora Set. Dat zijn hele kleine stempeltjes met wat bloemetjes. Die stempel ik ook met zwart. Maar dan pak ik er even een klein papiertje bij. Want ik wil hem niet helemaal.
kleur daar iets een beetje een boogje van, net als de ongeveer de boog van wat onder het jongetje zit. En dan stempel ik daar wat van die bloemetjes. Die komen dan net uit de mist. Een beetje bij de boom. Oh, even zien, zo. Nou, ik denk dat ik al hier nog iets, vind ik ook wel leuk, iets achter die boom. Dus alles wat je afdekt, kijk, dan komt het achter de boom in plaats van op de boom. Zo. Nou, heb je nou een stempel dat je denkt van, goh, hij is toch niet zo mooi zwart geworden, dan kan je die altijd bijwerken met zo'n Stabilo Al. Dat is een zwart potlood. En die is geschikt voor glas en metaal en plastic en noem maar op. En dan kan je altijd nog zeggen van, goh, ik werk even mijn elfje wat bij of wat je ook maar hebt. Kijk, hier heb ik een beetje te veel met die krijtjes gedaan. Dan kan ik gewoon rustig met dat zwarte potlood, kan ik dat weer zwart maken. Dus dat kan ook. Hier mag het van mij ook iets donkerder. Dus dat doe ik dan ook maar even met deze. Het is ook nog water op losbaan, dus je kan ook zeg maar deze potloden, als ik die zo ergens opzet en ik zou daar water bij doen. Even kijken of ik zoiets heb. Nou, dit zal wel. Kijk, dan vloeit dat helemaal uit. Dus dat kan je ook nog met die Stabilo Al doen. Dus dat kan je ook heel mooi gebruiken voor schaduwen en dat soort dingen. Nou, dan gaan we eens even kijken of we er nog wat accentjes en wat vrolijkheid in kunnen krijgen. Allereerst pak ik mijn jelly rolls. En er zit een glitter bij. En dat is een setje. En daar ga ik mee aan de rechterkant. Dus de kant van de maan. Ga ik daarmee langs de takken. Dus alles wat een beetje verlicht wordt door de maan, krijgt van mij een beetje, ja, glitter. Nou, een beetje glitter, want ik doe er ook nog een beetje geel bij. Maar die gele, die dep ik af. Anders vind ik hem zo geel. Kijk, dus ik ga daar langs, dep hem af. En dan is het toch dat het een lichtstraal is. Maar dan toch niet zo fel, want zo fel geel is natuurlijk niet zo echt. Nou, dus de meeste takken krijgen dan een beetje geel. Of een beetje glitter. Of beide. Dat kan ook, wat je maar mooi vindt. Ik mag heel graag beide een beetje door elkaar gebruiken. Dus alle bovenkanten van de takjes, die dus verlicht worden door de maan, die krijgen wat van die glitter of van die gele jelly roll. Nou, ik moet hem even rechtop, want ik vind het zelf altijd lastig te zien als het allemaal plat ligt. Nou, hier nog een beetje in de boom zelf, is ook wel leuk. Van die kratertjes naar beneden. Ik weet niet eens of het wel te zien is dat het, ja, zo moet ik hem houden. Nou, eens even kijken. Dan hebben we aan deze kant natuurlijk ook nog bomen, dus ik draai hem wel even bij. Want ik ben links, anders dan ga ik natuurlijk over mijn eigen kleurwerk heen. Dus opzetten, afdeppen. Opzetten, afdeppen. En dat kan je ook met een doekje doen. Maar ik gebruik heel gauw even mijn vingers erbij. Nou, dit is meteen even een test
met een nieuwe camera. Dus dan weet ik ook hoe, hoe dat werkt. Nou, de lange takken van de bomen, die krijgen ook een beetje extra kleur. En ik wil er niet te veel kleur aan geven, maar gewoon een klein beetje. Dus vandaar dat ik hem afdip, zeg maar. Dus het komt, er komt wel een lichtval onder. Ik moet hem even zo doen, hè. Maar niet te veel. Kijk, als ik hem zo zou laten, dan vind ik hem echt te geel. Dus ik dep hem even af. Nou, het zijn heel wat takken, dus kan nog eventjes. Nou, ze hoeven ook niet echt allemaal. Kijk, nou heb ik hier weer een tak. Daar kan ik doorheen kijken. Nou, dat vind ik niet mooi. Dus die krijgen ook weer met een watermarker. In dit geval een zichtmarker. Maar het kan ook met andere merken. Stiften, laat ik het zo maar noemen. Dus het hoeft niet speciaal met een zichtmarker. Maar het kan ook rustig met andere. Maar ik wil in elk geval die bomen niet meer transparant. Ik wil daar niet doorheen kunnen kijken, zeg maar. Nou, dan hebben we nog die mooie bloemetjes gestempeld. Dat doe ik aan de bovenkant van die knopjes. Doe ik gewoon een beetje rode stipjes. Dat die er wat gezelliger uitzien. Wat voor bloemetjes het nu zijn, weet ik niet. Fantasiebloemetjes. Dan hebben we nog een groene nodig. Even kijken. Een groen. Dan zet ik nog een beetje groen her en daar bij die bloemetjes erbij tussen. Gewoon wat, wat van die kringeltjes. Nou. Ik vind hem al leuk worden. Het jongetje, of meisje, nee jongetje, krijgt van mij ook een beetje lichtval. En dat doe ik ook weer met die gele. En dan dep ik hem ook weer af. Dus dat het niet te veel wordt. Maar ik dep het af. Even kijken. Buikje, handje. Bovenkant voetjes. Vleugeltjes. Oh ja, de knapzak krijgt ook nog een beetje. Kijk, en dan krijgt hij toch wat meer, wat meer zicht. Wat meer vrijheid. Eens even kijken als ik mijn lampen eens een beetje zo doe. Je kan nu natuurlijk nog veel meer met groen gaan spelen in die weilanden, noem het maar even zo. Ik kan er natuurlijk ook een lichtere kleur nog onder gaan doen. Dus ik kan hier zeg maar verder gaan met een lichtere kleur. Die veeg ik ook weer uit. Kijk, en dan krijg je nog meer dat het lichter wordt. Dus een beetje meer lichtval zeg maar van de... van de maan. Die maakt de weilanden steeds lichter. Dat kan, je hoeft niet. Het jongetje geeft natuurlijk schaduw. Dus ik pak een grijzige pastel. En dan zet ik onder het jongetje ook een beetje grijs. Dat doe ik ook met de boom. Die is zo breed, maar die wordt steeds smaller. Nou, en omdat je dat uitveegt, is het dus wat rustiger allemaal. Plantjes kan je eventueel ook nog doen. Klein beetje. De bomen. Eerst breed en dan smal. Breed
En smal. Ietsjes uitvegen. En dan hebben die ook wat schaduw. Nou, dan geef ik de vleugeltjes van het elfje. Die krijgen ook nog kleurtjes. En ik vond een beetje een donkerpaarse kleur wel leuk om in die gaatjes van die vleugeltjes te doen. Dus lekker een beetje glitter. Een beetje blauw erbij door. Een beetje blauw en een beetje paars. Altijd goed. Nou. Ik ben al een mooi eind. Wat je ook nog kan doen is ook wel heel erg leuk. Even kijken of ik die al heb. Nee, even erbij pakken. Wit. En dan zet je daar gewoon stippeltjes mee. In het gras. En daar zet je dan weer een beetje rode stipjes tussen. En een beetje groene stipjes. En dan is het net of er ja, kleine madeliefjes zeg maar ingroeien. Nou, dan heb ik nog een buitenkant te kleuren. En daar pak ik even een sponsje voor. En die was ik natuurlijk vergeten te pakken. Maar het ligt hier allemaal dichtbij. Dus we gaan zo door. Nou, dit even zien. Nee, deze, de Elements van Lavinia pak ik erbij. Want die heeft een mooie donkere, de Mulberry. Even kijken waar dat sponsje is, deze. En dan pakken we die om de buitenrand mooi aan te zetten. En die Mulberry is een beetje een paarsroze kleur. Ik ga niet voor het hele donkere. Want het is al een vrij donkere kaart. Dus vandaar dat ik deze kleuren ga pakken. Nou, het is natuurlijk een inkt op waterbasis, dus die zal zich hier onderaan zeker gaan mengen met de groen, dus het wordt geen paars meer. Wil je dit niet, dan zou je dit moeten doen met een Versafine Clear of dat soort inkt. Nou, ik vind deze juist wel leuk om die zo te mengen. Ja, hij wordt een beetje, ja, wat zou ik zeggen, een beetje roestbruin wordt hij aan de onderkant. Nou, dan is mijn tafereeltje eigenlijk klaar. En dit was dus eigenlijk wat ik, even denken, afgelopen zaterdag zou laten zien. Maar goed, door diverse problemen op Facebook ging dat niet door. Dus vandaar heb ik hem toch maar even op een filmpje gezet, dat jullie toch nog konden zien hoe ik deze kaart in elkaar heb gezet. Nou, ik wens jullie een fijne dag verder. Dankjewel voor het kijken en tot een volgende keer. Doei!